Dit is de Shabir Show met Shabir Burhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dames en heren, broeders en zusters, geachte kijkers. Een hele goede morgen op deze maandag, 26 september 2022. Op deze regenachtige dag. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, af en toe krijg je via de media bepaalde berichtgeving tot je. Je verbazing wordt opgewekt dan, snap je? Ik stond versteld. Er gebeuren bepaalde dingen. Het lijkt uit boeken te komen, fantasieverhalen of uit science fiction, bepaalde films, zeg maar. Hebben jullie meegekregen die brievenuitwisseling tussen aan de ene kant zogenaamde, je weet toch, mokromafia-baas, soort van grootste crimineel van Nederland, Naholeder, Redwan Taghi, die in vroegte zit, extra beveiligde inrichting, waar toevallig ook Mohammed B. zit, de moordenaar van Theo van Gogh. En die twee zijn allemaal Marokkanen en allebei moslims, hebben brieven met elkaar uitgewisseld. En ze komen natuurlijk van hele verschillende werelden. Eentje was zogezegd fundamentalist, extremist, toch? Terrorist, volgens de media. Andere was crimineel, drugsdealen, liquidatie zou die gedaan hebben, totaal niet bij de islam bezig. Dat geeft hij trouwens ook toe. Ik heb vandaag die brieven gelezen. Daar gaan we het over hebben. Abu Hafs heeft ze gedeeld. Zijn naar buiten gekomen. Via de advocaat. Enes Winnis of zo van Taghi. 5 brieven ervan zijn naar de media verzonden. Nu.nl heeft ze niet gisteren gepubliceerd. Maar ik heb ze wel via te lezen gekregen. En wat me opviel is dat het met de hand is geschreven. En dat is al een hele verandering. Ten opzichte van tegenwoordig, de meeste van ons zijn volgens mij de art of writing, handwriting, verleerd gewoon. Omdat we zoveel met smartphones bezig zijn in deze moderne tijd. TikTok en social media en keyboards en typen en emoticons. Dus er is zelfs een eigen type taal gecreëerd, een soort van straattaal, snap je? Volgens mij kunnen weinig mensen nog echt met de hand met de pen op papier schrijven. Maar waarschijnlijk als je levenslang of voor lange tijd vastzit in de gevangenis, in isolatie, een van de voordelen daarvan is dat je genoeg tijd hebt om gewoon de islam te bestuderen. En zo zie je maar, de poorten van berouw zijn nooit gesloten. Ook al ben je moordenaar, je zit levenslang vast zoals Mohammed B. Hij kan berouw tonen. En Allah kan hem misschien vergeven. Of de staat hem nou wel of niet gaat vergeven. Vervroegd gaat vrijlaten. Zoals met Volkert van de Graaf. De moordenaar van Pim Fortuyn. Dat is een andere kwestie. Maar voor je dood kun je altijd berouw tonen. Zoals Abu Hafs ook op Facebook zei. Er is een hadith. Iemand had 99 personen vermoord. En zelfs hij ging op een gegeven moment berouw tonen. En zelfs de engelen en Allah waren zelfs bereid om die persoon te vergeven. Snap je? Dat is een hele bekende hadith. Maar hoe dan ook. Dus dat geldt ook voor Redwan Taghi. Als je die brieven leest. Hij toont zich best wel kwetsbaar en nederig. Stelt hij zich op. En hij geeft gewoon toe dat hij onwetend was. Dus drugs, criminele circuit, al die dingen waarmee hij bezig was. Weet toch, luxe lifestyle in Dubai of hier, rijk, miljonair. Wapens, al die dingen. Dat had ervoor gezorgd dat hij ver van de islam bleef. Zeg maar in Jahiliya. Hij was met afleidingen, verleidende dingen bezig. Nu heeft Allah hem in een bepaalde situatie gebracht. In een bepaalde toestand. Waardoor hij islamitische boeken is gaan lezen. Hij is gaan nadenken. En hij is tot de waarheid gekomen. Allahu Akbar. Zoals de tovenaars van Farao opeens. Toen ze die mirakel van Musa al-Islam zagen met zijn staf. Dat veranderde in echte slangen. Omdat zij tovenaars waren, magiërs. Ze wisten wat echt is en wat vals toch. Wat zij deden was gewoon pure illusie. Toen ze het verschil zagen, ze zagen de waarheid. Ze gingen zich op dat moment bekeren. Zeiden wij geloven in de God van Mozes en niet in die valse God Farao. In split second kunnen mensen transformeren. Dus
Het OM wilde, zei eerst in de media, geheime code taal, gevaarlijke boodschappen. Maar als je die brief gewoon leest, is gewoon simpele taalgebruik. En ze hebben het over Koranverzen en theologische dingen. Wallah, ik vond het wel mooi om te lezen, snap je? Wie had het verwacht? Ridwan Taghi en Mohammed B. die een soort van dawa doen en over de islam praten. Wat wij hier doen op social media, StreamYard en zo, die discussies over Qadr en Lot en dat soort dingen. In de gevangenis, meest streng beveiligde afdeling in Nederland, gewoon in Vught. Zo zie je maar, Allah leidt wie hij wil. Poorten van berouw zijn nooit gesloten. Nooit wanhopen aan de genade van Allah. Alles is in handen van Allah. Mensen kunnen veranderen. Snap je? Dus laten we nu kijken naar die dingetjes. Wat de media erover vertelt. Laten we een soort analyse ervan maken. Ik vind het wel interessant. Omdat het bekende personen zijn, snap je? Als het twee wannabes zouden zijn. Nobodies. Dan zou niemand het wat schelen. Maar er zijn toch wel invloedrijke mensen, toch? Ik bedoel vooral Taghi in de zin van, men zegt dat die grote organisatie onder zich heeft. En ja, Taghi brengt brieven aan Mohammed B. naar buiten, schrijft vooral over islam en zijn rugpijn. Ridwan Taghi heeft via zijn advocaat 5 brieven naar buiten gebracht. Die stuurde aan Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Het gaat volgens de vermeende topcrimineel om brieven die hij aan B. heeft. En die B. zou ook voor hem gekookt hebben en zo. Ze zijn dikke matties geworden in Jilla. Die aan B. heeft geschreven vanuit de extra beveiligde inrichting EB in Vught. Dit lijkt op zo'n serie, weet je, gevangenisserie. Taghi zegt daarmee te willen reageren op berichtgeving van de Telegraaf. Volgens de krant zijn er signalen dat prinses Amalia doelwit zou zijn van de Mokro-mafia. Nou, zoiets heb ik niet gelezen, ook niet in codetaal in die brieven. En dat Taghi en B elkaar vaak brieven schrijven met Koranverzen. En dat mag toch, ze mogen Koran lezen daar op cel. Waarom zijn we niet Koranverzen met elkaar delen? Mogelijk staan in deze brieven gecodeerde boodschappen. Dat zei vroeger FBI en CIA ook over bepaalde videoboodschap van Osama Bin Laden na 9-11. Ze gingen censuur daarop plegen onder het mom van misschien bevat het codeboodschappen aan zijn volgers. Sleeping cells, oeh jee, wat eng, oula. Justitieminister Dylan Yesilgu zei dat ze de berichten over de vermeende dreiging kon bevestigen, nog ontkennen. Nou, zo geheimzinnig en mysterieus. Trouwens, we gaan het ook een keertje hebben over die lezing die Dylan laatst gaf over woke en zo. Dat soort dingetjes. Dat was ook interessant. Soms krijg je gewoon content, gewoon gratis en voor niks, door de media aangereikt. Inspiratie voor de Shabir Show. Het regent buiten. Ik wil gaan sporten en een paar andere dingetjes gaan doen. Ik moest even wat ophalen. Ik ga zo meteen weer aan de slag. Je weet toch, hard werken, sporten, bidden, goede daden verrichten. We zijn goede burgers. In tegenstelling tot de mensen die vastzitten. We mogen Allah iedereen leiden. Amen. Inmiddels wordt het beeld geschetst van een levensgevaarlijke cocktail stil Taghi in een verklaring bij de brieven. Namelijk dat van de moslim-extremist die communiceert met het kopstuk van de zogenaamde Mokro-mafia. Ja, Afshin Ilyan ging ook allemaal verbanden halen met jihadisten die zouden samenwerken. Je weet toch, angst en doemscenario's, mensen bang maken, haatzaaien. Alsof nu criminele organisaties, Mokro-mafia, samen zou werken met jihadisten. Ze hebben echt rijke fantasie hoe ze dat uit hun duim zuigen. Ik heb dat niet teruggezien in die brieven. Althans in die vrijgemaakte brieven. Misschien zijn er andere brieven die ik niet gezien heb, die OM wel heeft gezien. Allah weet het beste. Over de motief van justitie om via de Telegraaf dit fictieve beeld van dreiging te schetsen, kan ik alleen maar gissen. Nou, ik denk dat het duidelijk is. Ze willen hen nog gevaarlijker portretteren, vooral hem. Want hij heeft nog niet levenslang gekregen, Mohammed B. wel. Dus als hij in de media als gevaarlijk en eng en zo wordt geportretteerd, zoals die Netflix narco's serie figuren, ja, dan publieke opinie gaat daarin mee en dan zegt men van laten we hem dan opsluiten, toch? Ik denk dat zou de motief kunnen zijn dan. Geen communicatie, de 44-jarige Taghi zegt dat hij B ook 44 jaar is. Ze zijn bijna allebei 44 jaar. Zijn ze allebei Berbers of Arabisch, ik weet niet. Maar dat is wel toevallig, hè. Er zijn volwassen mannen op zich, dan moeten ze wel op een gegeven moment nadenken, toch, hun leven verbeteren. Nooit persoonlijk heeft ontmoet. Oh ja, die man had wel voor hem gekookt, Mohammed B., maar misschien hebben ze elkaar niet gezien. Via bewaker had hij dat binnengekregen, heb ik gelezen. De twee zaten samen gedetineerd in de EBI tot de overplaatsing van B vorig jaar.
Mohammed, oh ja, was hij daarom boos geworden op de bewakers? Hij ging dingen kapot maken in de keuken. Waarschijnlijk omdat ze uit elkaar werden gehaald. Ik weet niet, dat las ik toen tijdens in de krant toch? Mohammed B. zit al 18 jaar vast. Wow, is de tijd zo snel gegaan? 18 jaar al. Unbelievable. De radicale moslim kreeg levenslang nadat hij in 2004 Sinyas, een islamcriticus Stefan Gogh, doodschoot op straat in Amsterdam. B. is nog steeds populair in kringen van radicale moslims. Hoe komen ze daarbij? Volgens Taghi zaten de twee volledig van elkaar scheiden en verzorgde B. anderhalf jaar lang zijn ontbijt en avondeten. Ja, dan begrijp ik wel dat je een soort van intieme band gaat opbouwen. Anderhalf jaar lang zijn ontbijt en avondeten werden door B. bezorgd. Waarschijnlijk kende hij hem van de media, terwijl ze van elkaar gescheiden waren. Zelfs jouw vrouw doet tegenwoordig niet eens zoveel voor de gemiddelde man. De maaltijden werden iedere dag in de keuken bereid en door een bewaarder naar mijn cel gebracht. Dat is wel aardig van die bewaarder, toch? Er is op geen enkele wijze sprake geweest van vrijelijke onderling communicatie of ontmoetingen. Klopt, die brieven werden allemaal gecontroleerd en zo. En hij zegt ook in die brieven dat hij 2, 3 weken, soms 6 weken later, kreeg hij het binnen. Hij zegt tegen B, je moet zijn nummer en datum erbij schrijven, zodat het niet, als ze door elkaar gaan, dat er geen verwarring ontstaat. Taghi schreef brieven aan B nadat die werd overgeplaatst, zegt hij, met als hoofdonderwerp onze gedeelde interesse in de islam. Zie je, islam bindt. Islam bindt zelfs zulke figuren. De verzen die daarin opgevoerd worden zijn volgens de vermeende topcrimineel letterlijk geciteerd uit boeken. Ook zegt Taghi dat de boeken die hij mag lezen als gedetineerde stuk voor stuk gescreend zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En justitie waarschijnlijk ook. Er is dus geen sprake van het uitwisselen van de fundamentalistische teksten. Ja, bepaalde mate van vrijheid toch? Geloof, in de handgeschreven brieven laat hij B. Mohammed B. weten dat hij steeds meer leest over de islam. Kijk, dat is een goede ontwikkeling. Ik zeg je eerlijk, hè, dit is mijn boodschap aan de overheid en het volk en de media, iedereen. Deze brieven van deze twee, ik vind het goed dat ze naar buiten zijn gekomen. Wallahi, deze zullen sterkere positieve invloed hebben op de jeugd dan die hele serie van Mokromafia en al die series die gemaakt zijn. Kijk, men zegt toch dat die series ervoor zorgen dat de jongeren niet criminele pad opgaan. Maar ik zeg jou, die series zorgen er juist voor dat er romantische beeld ontstaan, dat ze aangetrokken worden tot dat pad. En islam en dit soort brieven, waarin Taghi zegt dat hij spijt heeft van zijn verleden en dat hij onwetend was, zijn jahiliya was en dat hij nu islam wil praktiseren en berouw wil tonen. Wallahi, dit heeft betere invloed op iedereen, inclusief de jeugd. Want dan gaan ze denken van, oh, hij is miljonair geworden, hij is rijk geworden, hij was topcrimineel toch. Hij stond aan het hoofd van Mokromafia, zogezegd. Terwijl die kleine drugsdealertjes zijn niks vergeleken met hem. Maar zelfs hij is vast komen te zitten. Allah heeft dat zo gewild. En hij heeft ingezien dat hij fout zat. En hij heeft zijn leven verbeterd. En hij heeft echte geluk, vindt hij alleen met de islam. Echte rust. Ook al is hij kapotgeslagen, hij heeft nog steeds pijn en zo, maar hij is tot het besef gekomen waar het leven echt om draait. Dit heeft positieve uitwerking dan al die series en al die onzin bij elkaar. Dat zeg ik gewoon als een oprechte burger en moslim. Islam is de oplossing. Justitie moet gewoon meer dawa door ons laten doen, snap je? Niet alleen in de gevangenis, gewoon daarbuiten. Wij moeten aan de jongens duidelijk maken: verlaat criminaliteit, drugs, daar word je niet gelukkig van. Dat is slecht. Liquidaties en al die onzin. Stop met die series subsidiëren en zo. Support de Shabir Show. Dan gaan we de waarheid tot de mensen brengen. Islam is de oplossing. Heel veel dingen worden gewoon opgelost. Snap je? Zonder te veel geld te spenderen aan hele strafketen en propaganda en die series maken, wat juist averechts werkt. Dus willen jullie nou dat het stopt of willen jullie niet dat het stopt? Want waarom maken jullie die series? Door die series, en ook Netflix-series, gaan jongeren denken het is stoer en zo. Dan doen ze het juist. Je moet juist zeggen van stop met die dingen, snap je? Door middel van dat geloof.
In de handgeschreven brieven laat hij Mohammed B. weten dat hij steeds meer leest over de islam. Hij zegt te groeien in zijn geloof en vraagt om tips welke boeken hij het beste kan lezen. Ook citeert hij versen uit de Koran. Ik ben Allah super dankbaar dat hij mij deze kans heeft gegeven om hier te zijn en mij te leiden naar de juiste pad. Subhanallah, zie je, soms is dit een gunst. Allah heeft hem weggenomen uit die luxe en uit die wilde en die dingen. Soms als je geïsoleerd wordt, moeilijkheden, dat heeft hem uiteindelijk naar het geloof gebracht. Subhanallah, wie had dat gedacht? Begrijp je wat ik bedoel? Dus eigenlijk is dit beter voor hem in dit leven en hiernamaals dan als hij in een villa zou wonen in Dubai, miljonair, met vrouwen, zinnen, drank. Want dan zou hij misschien tot zijn dood weggebleven zijn van het rechte pad en in de hel geëindigd zijn. Nu heeft hij misschien zijn vrijheid kwijt, maar dit leven is toch tijdelijk. Als hij tot het geloof komt en berouw toont, of hij nou vervroegd vrijgelaten wordt of niet, of vrijkomt of vlucht of niet, dat doet er niet toe. Het gaat erom, hij heeft de waarheid ontdekt. En de jongeren zullen ook denken van, misschien moeten wij, nu we vrij zijn, moeten wij gewoon de islam praktiseren. We moeten nooit daarmee beginnen. We moeten gewoon nooit daaraan beginnen, want ook al klim je op dat ladder, je bereikt de top van de piramide, vroeg of laat, of je wordt gedood, of je komt vast te zitten. En wat is de eindstand, conclusie? Je moet dan wel berouw tonen en de islam ontdekken, want er is geen uitweg meer. Er is geen andere weg, er is geen oplossing. Vroeg of laat moet je de Koran lezen, gewoon rustig in je eentje. En waarom moet je het zo ver laten komen, is mijn boodschap aan hen. Lees het nu al. Ga nu voor het slapen gaan, lees gewoon de Koran op YouTube, zoveel lezingen, kijk naar de Shabir Show. Nu al moet je de keuze maken om nooit dat pad op te gaan van snelle geld in die onzin. Want het is allemaal een misleiding, deceptie van de shaitaan. Je maakt je leven kapot en van anderen slecht voor iedereen. En je bereikt er ook niks mee. Je wordt er niet gelukkig van. Je moet nu met de islam beginnen, met het geloof. Hè? Je moet er niet zo fel laten komen. Dus wees dankbaar. Taghi schrijft B ook over zijn leven in de best beveiligde gevangenis van Nederland. Zo laat hij B weten dat hij al 2 maanden niet meer buiten komt. De pijn in zijn rug, knieën en armen zijn volgens hem ondraaglijk. Hij is mishandeld, maar dat gaat ook tegen de mensenrechtenverdragen in, toch? Ik bedoel, ook al ben je vermeende of verdachte crimineel, topcrimineel, je mag niet mensen zonder oordeel van de rechter mishandelen. Zelfs in een democratie na de oordeel van de rechter mag je iemand niet martelen. Dus wie heeft dat gedaan? Dat mag toch ook niet. We moeten eerlijk toegeven. In democratie, rechtsstaat, mag dat niet. Ook al is het in Dubai. Deze klachten zegt Taghi te hebben gekregen na zijn arrestatie in Dubai, waarbij hij zegt te zijn mishandeld. TV kijkt hij nauwelijks. Alleen propaganda van het Westen. Hij had ook over Koreanen en zo. Snap je? Dat zijn allemaal propaganda. Ook leert hij koken. Wallah, Bollywood film. Hij had het ook over Bollywood film. Ik vond het echt grappig, mensen. Wallah. Soms ben je gewoon verbaasd, hè. Maar dit is echt. Ook beklaagt Taghi zich tegenover B over het regime dat steeds strenger wordt. Hij zegt zo van, ze draaien helemaal door. Zo mag hij alleen nog Marokkaans praten met zijn familie met een tolk erbij in maximaal 10 minuten. Ook mocht hij 3 maanden zijn moeder en zussen niet meer spreken. Dat was een sanctie die volgens Taghi was genomen op basis van gesprekken die zijn vervalst en expres verkeerd zijn vertaald. Ja, misschien begrijpen ze geen Berbers. Hij vergelijkt het regime en de EBI met de Bollywoodfilm. Iedereen is hier anoniem. Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist in het liquidatieproces Marengo. Zijn advocaat Ines Whiskey, die heeft die brief vrijgegeven, noemde het bericht over een vermeende aanslag vals ongefundeerde informatie. En dat heb ik ook niet teruggezien in die brief, eerlijk gezegd. Zelfs zegt Taghi een ieder uit te nodigen de brieven te lezen om de mogelijke versluierde boodschappen over een aanslag of enig ander crimineel handel te ontrafelen. Ik heb ze gelezen, ik heb zoiets niet erin gezien. Ik ben gewoon neutraal, eerlijk, objectief, snap je? Het gaat over alles, over wereldkwesties, dit soort kwesties. We moeten gewoon de waarheid zeggen. De brieven zijn gepubliceerd, maar ik begrijp ook wel waarom het OM een beetje achterdochtig is natuurlijk. En extra secuur en extra erop let. Want ja, die mannen, ze hebben wel iets op hun kerfstok. Snap je wat ik bedoel? Ze zitten niet zomaar daar. Dus net als met Holleder of wie dan ook, dat ze extra in de gaten worden gehouden en dat ze misschien denken dat ze stiekem dingen met elkaar uitwisselen, zoals die met die advocaat zijn leven. Ja, dat is logisch. De staat moet dat ook doen. OM, snap je? Dat is hun taak. Ja. De brieven zijn gepubliceerd op de website van het kantoor van Whiskey.
Het gaat alleen om de brieven van Taghi en niet om de antwoorden van Mohammed B. Het is daarom niet duidelijk of de dreiging die justitie uit de briefwisseling zou hebben gehaald uit de gepubliceerde brieven komt of uit andere brieven. Ja, dat gaf ik ook eerlijk toe. Ik heb 5 brieven gelezen die naar buiten zijn gekomen. We weten niet wat er in die andere brieven staat, wat Mohammed B. geantwoord heeft. Dus het kan ook zijn dat het OM ook sterke aanwijzingen heeft dat weliswaar die andere dingen erin staan, toch? Ook kon deze krant zondag niet vaststellen of Taghi niet meer dan 5 brieven aan B. heeft geschreven. Tja, als ze zo lang daar met elkaar zaten, dan zouden ze vast wel meer met elkaar gecommuniceerd kunnen hebben, toch? Maar wel interessant, toch? Ik ben ook benieuwd naar jullie mening. Wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie van deze gang van zaken? Hebben jullie die brieven gelezen? Wat is jullie mening daarvan? Mogen dat soort personen brieven met elkaar uitwisselen? Wat vinden jullie van het onderwerp, zeg maar, die besproken wordt? Ik ben ook benieuwd naar jullie mening. Broeder Abu Hafs had het ook gehad op zijn Facebook. Kijk. Zo heb ik die brief gelezen. Kijk. Deze afzondering is een zegen van Allah, schrijft Ridwan Taghi en Mohammed B. Met veel bewondering las ik zijn brieven die je aantreft in de link in de comment. De man van de 99 moorden toonde berouw en werd geaccepteerd. Mogen Taghi datzelfde pad bewandelen en hetzelfde resultaat behalen. Kijk, dit zijn de brieven. Allemaal met de hand geschreven. Zien jullie dat? Ik maak het even groot. Kijk. Gewoon, ik ga niet alles lezen. Er zijn 10 pagina's, maar je ziet gewoon datum daar rechts, linksboven, rechtsboven. Het is de Arabische datum, zeg maar, Hijri kalender. Het is Nederlandse equivalent, Gregoriaans kalender. In de naam van Allah, de Barmhartige, de genadevolle, vrede en zegeningen op de zegel der profeten. Hij heeft wel een mooie schrijfstijl, zeg maar, snap je? Handschrift. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hij zou gymnasium gedaan hebben. Het is geen domme gast eigenlijk, hè? Zijn Nederlands is best wel goed. Goed om van je te horen, broeder Si Mohammed. Hij noemt hem Si Mohammed. Wat betekent Si? Ik had je brief van 17.3 op 28.4 ontvangen. En je laatste brief gisteren op 25.7, dus steeds 3 weken. En daarvoor duurde het 5 à 6 weken. Bedankt voor je brieven. Lees altijd. Lees altijd met veel interesse en met meerdere malen om de materie te begrijpen. Kijk, omdat wij vandaag de dag bijna niet gewend zijn om met de hand te schrijven en dit soort brieven te lezen. We hebben steeds meer moeite, snap je? Omdat we allemaal gewend zijn om getypte dingen te lezen, snap je? Maar het is wel leuk om een keertje zo'n echte brief te lezen. Ik kan me voorstellen dat als je gevangen zit, dat je dan echt behoefte hieraan hebt. Want je wil gewoon elke interactie, vooral als je in een isolatiecel zit, hè. Je gewoon alle tijd van de wereld om boeken te lezen en met mensen, ook al is het op deze manier te communiceren, zo traag. Zoals je al zei, ik ben nu nog op de basisprincipes. Ik focus mij nu nog op de basisprincipes. Waarschijnlijk heeft B.F. Dawa bij hem gedaan over basisdingen van de islam. Tot ik dat goed begrijp en erna handel. Inshallah, beetje voor beetje zal mijn niveau hoger worden. Alhamdulillah dat het wat beter met je gezondheid gaat. Waarschijnlijk ging het ook niet goed met zijn gezondheid. Ik heb sinds die MRI geen contact meer met de MD. Sinds de MRI ging. Oké, we willen gewoon niet handelen naar de pijn die ik ervaar. Maar alhamdulillah, heerlijk. Ala kulli haal. Hier zijn ze helemaal doorgedraaid. Ze zijn al, ik mag na 10 minuten. Oké, hij gaat een beetje klagen en zo. En af en toe zie je Koranversen en zo en hadith en ze praat gewoon over islam, dingen gewoon, basale dingen, snap je. Love my brothers in islam, afzender Ridwan Taghi, zijn nummer. O Allah, mijn Heer, zegen voor ons de maand Sa'aban en laat ons Ramadan bereiken. Hij vast ook trouwens, hè. En hij toont berouw, ik vind dat wel goed, snap je. Hij geeft gewoon toe dat hij verkeerd bezig was en dat hij islam nu meer daarin verdiept en berouw toont. En ja, dat zijn goede dingen. Inshallah zullen we elkaar nog ontmoeten in deze wereld, anders in het paradijs met de barmhartigheid van Allah. Ja.
Dit is de echte wereld, dit is de echte winst. De wereld is niets anders dan een bedriegelijke genieting. Zoals Allah zegt, Surah Ali Imran, subhanallah. Hij maakt mooie du'a's en zo. Zo zie je, ik vind het bijzonder, wallahi, dat mensen zeg maar tot één keer kunnen komen en iedereen kan veranderen, snap je? Ook al ben je Redwan Taghi. Ja. Maar de vraag is, verdienen zulke mensen een laatste kans? Kijk, Allah geeft iedereen sowieso elke dag een nieuwe kans tot de dood jou bereikt. Maar de vraag is of de staat jou die kans gaat geven. Hij was miljardair. Wauw, miljardair zelfs. Shabir, hoe kunnen Taghi en Bouiri zo vrij met elkaar spreken? Zij horen 23 uur per dag vast te zitten en 1 uur sport tot hun straf uitgezet is. Hij zegt zo dat hij zelf niet eens ging luchten en zo, omdat hij klachten heeft, pijn aan zijn rug en zo door die mishandeling. Ja, blijkbaar hebben ze toch een bepaalde mogelijkheid om brieven met elkaar uit te wisselen en spreken met elkaar, snap je? Ik wist ook niet dat het zomaar kon. Maar blijkbaar kan dat gewoon. Ze wordt allemaal gecontroleerd. Duurde weken totdat ze het binnenkregen, maar ze hebben toch op bepaalde manier kunnen ze brieven uitwisselen. Hij moet jou 1 miljoen euro geven. Jij kan er tenminste goede content mee maken. Klopt. En ik ben niet bevooroordeeld. Kijk, ik ben niet iemand die, omdat door de media iemand gedemoniseerd wordt, of nou Poetin is, of Boeri, of Taghi, dat ik bij voorbaat zeg van ik haat hem. Oh, hij is zo slecht. En uiteindelijk, ze blijven mensen, snap je? Mensen kunnen veranderen. Mensen kunnen transformatie doormaken. Mensen kunnen ook gewoon hun gevoelens. Het is niet dat ik opeens voorstander van die mensen ben. Totaal niet. Ik ben tegen hun handel. Ik ben tegen drugsdealen. Ik ben tegen liquidaties. Ik ben tegen die oorlogen. Ik ben tegen terrorisme. Ik ben tegen vermoorden van mensen. Dat blijft vast. Net als dat ik, toen ik over het Iraanse regime had, ik heb veel kritiek uit op het Iraanse regime. Maar als er bepaalde beelden naar buiten komen, dat toch andere licht werpt op dat verhaal van Mahsa Amiri, die vermoord zou zijn na mishandeling, dan zeg ik, ik heb niet met mijn ogen die mishandeling gezien, maar ik zie wel gewoon die vrouw, die valt gewoon zo neer. Ik moet dan wel zo eerlijk zijn om ook dat naar buiten te brengen in de Shabir Show. En niet zeggen van, oh, die regime is zo slecht. Dus alles wat er in de media over Poetin, in het Iraanse regime en over Taghi wordt gezegd, moet wel waar zijn, omdat ze zo erg zijn. Snap je? Je moet altijd kritisch blijven. Shabir, hoe kunnen gelovigen zo naïef zijn dat ze denken dat een moordmachine als Taghi oprecht berouw heeft? Dat is heel zwaar voor de nabestaanden om dit te zien en te horen. Kijk, niemand is. Is er weer verbinding? Oké, kijk, weet je wat het is? Niemand is naïef. Er werd een vraag gesteld: hoe kunnen gelovigen zo naïef zijn dat als ze denken dat een moordmachine als Taghi oprecht berouw heeft, dat is heel zwaar voor de nabestaanden om dit te zien en te horen? Ten eerste, wie zijn de nabestaanden? Ten tweede, is hij echt verantwoordelijk voor wat er met die nabestaanden is gebeurd of met die slachtoffers? De rechtbank is nog niet geweest, toch? De rechter heeft nog niet uitgesproken. De rechtsgang of het proces loopt nog. In de rechtsstaat is het zo: je bent onschuldig totdat zeg maar het tegendeel bewezen is. Je bent onschuldig totdat jij daadwerkelijk veroordeeld bent, zeg maar onherroepelijk toch, tot de hoogste rechter. Dus laten we gewoon eerst afwachten. Bovendien, iedereen kan bij Allah berouw tonen. Je kan bij Allah, zelfs voor shirk en kufr en voor de grootste zonde, voor je dood kun je gewoon berouw tonen. Allah kan jou vergeven of niet vergeven. Dat zullen we zien op de dag des oordeels. Ik lach gewoon over, omdat het grappig is, bepaalde gang van zaken toch. Is er weer een vrouw op je pad gekomen dat je zo vrolijk en energiek bent? Nee, kom gewoon. Ik was een beetje ziekjes. Ik voel me nu beter. Lekker uitgeslapen. Ik ga sporten. Ik ben afgevallen. Mijn imaan is hoog. Probeer goede dingen te doen. Goedemorgen. Ik was een beetje verkouden, een beetje grieperig. Ik weet niet of het corona was. Die brieven hebben ze zelf openbaar gemaakt. Maar is het opgelost? Ik was even vastgelopen. Maar hoe dan ook, ik heb die brieven behandeld met jullie. Ik vond het even interessant om daarbij stil te staan. Goeiedag verder. Abonneer, like, deel en plaats positieve comments. Tot de volgende keer. Wassalam. Dit is de Shabir Show. Shabir Burhani.